Dit is een Turks brood. Daar kun je plakjes van snijden. Het zijn ronde grote broden. Kun je gewoon bij Albert Heijn kopen. En snij je er zo zo'n plak van. Oké? En dan doe je die met gewoon een beetje olijfolie. Goed de kantjes. Zo. Dan zet ik de oven op 200. En dan doe ik deze plak. Gaat nu in de oven. Snij ik tomaatjes. Je hebt dus nodig tomaten. Als je een avocado lekker vindt, neem je avocado. Als je hem niet lekker vindt, kan je hem heel goed weglaten. En dan nemen we mozzarella. Gewone mozzarella. Plakken doe je. Die doe je in de oven met een beetje olijfolie. Dan ga je plakjes tomaat maken. Ja, ik ga ze afwassen. En dan doe je de tomaat met de mozzarella, doe je om en om. En dan kun je, als je het lekker vindt, een avocado erbij doen. Dus ingrediënten zijn een Turks brood. Daar snij je een plak van met een beetje olijfolie. En die doe je in de oven op 180-200. Dan komt die dadelijk uit de oven. Dan doe je er plakjes mozzarella, plakjes tomaat en plakjes avocado als je dat lekker vindt. Zo niet, dan niet. Dan doe je erop peper en zout, een beetje olijfolie. Deze doe je dus op het brood straks, doe je zo op het brood. En als het helemaal klaar is, de finishing touch, pesto. Het ruikt al zo lekker, maar kom. Mm-hmm. Waarom heb je die pit nog in de avocado laten zitten? Ik had maar een halve avocado nodig. Alleen voor Marvin. Als je die pit erin laat zitten, dan verkleurt de avocado niet. Echt? Ja, anders is het met een half poepje zwart. Oh. Mm-hmm. Nou, tip van de dag, guys. Mm-hmm. Een heel klein beetje bruin, kijk. En heel warm. Dan doe je dus een beetje van die sla zo erop. Het ziet er lekker en gezellig uit. Dan pak je de mozzarella. Als je van avocado houdt, dan neem je avocado. Als je niet van avocado houdt, dan laat je dat natuurlijk weg. Dan doe je deze erop, dan doe je die erop. Doe je even zo om en om. Lekker tomaatjes, avocado, tomaatjes, avocado. Zo, een beetje nog extra. Erop. Gewoon een beetje olijfolie. Dat doe je zo eroverheen. Als je van truffelsmaak houdt, kun je heel klein beetje truffelolie erop doen als je dat lekker vindt. Dat is heel sterk, dus het zijn echt maar drupjes. Wat ik erg lekker vind is een klein beetje balsamico. Dat merk maakt totaal niet uit, maar het is gewoon lekker. Het is echt een ontzettend lekkere maaltijd. Nou, dat kun je natuurlijk naar smaak doen. Dan vind ik zelf de rode peper, de chilipeper, erg lekker. En een beetje zout. En dan heerlijke verse pesto erop, een beetje. Het is heel simpel, maar het is vreselijk lekker. Ik ga gewoon af en toe wat leuke simpele happen doen, wat er lekker uitziet. Kijk. Mm.